Peter Bos mist een speciaal persoon bij het kampioenschap van PSV. Arne Slot geniet van zijn afscheidstournee. En Rafael van der Vaart denkt al te weten wie er volgend seizoen kampioen van Nederland gaat worden. Peter Bos viel tijdens het interview na het kampioenschap van PSV even stil. De trainer zei Henry Kruusen, zijn voormalige assistent, te missen. Het klinkt heel stom, maar degene die ik mis is Henry. Die hoort hierbij te zijn. Henry is mijn maatje, we hebben 23 jaar samen opgetrokken. We hebben samen geschaafd aan dit systeem en dan zit hij thuis, daar baal ik van. Bos keek naar achteren, viel een poosje stil en bevestigde knikkend dat hij geraakt is door de absentie van Kruusen. Ik heb hem vanmorgen geappt dat dit ook zijn landstitel is. Hij stuurde een hartje terug. Bos gebaarde zelf dat hij het interview wilde beëindigen en werd omhelst door perschef Sander Clement terwijl hij tegen de tranen vocht. Bos werkte bij Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon samen met Kruusen, maar dus niet bij PSV. Kruusen zag het zelf niet zitten om bij PSV aan de slag te gaan. Of er een reden was dat Kruusen niet is meegegaan naar PSV? Ja, hij wil niet, dat zei Bos tijdens de presentatie als trainer afgelopen zomer. Kruusen is sinds 2022 assistent-trainer bij Heracles Almelo. Hij is bij Lyon weggegaan en is naar Heracles Almelo gegaan. Hij heeft mij ook uitgelegd waarom hij vertrok. Kruusen zei zelf over zijn vertrek bij Lyon dat hij niet gelukkig was, omdat hij de Franse taal niet onder de knie kreeg en daardoor niet goed kon communiceren met spelers. Het is nog niet zijn laatste thuiswedstrijd als trainer van Feyenoord, maar toch lijken de supporters al afscheid te nemen van Arne Slot. In de slotfase van de wedstrijd tegen PEC Zwolle werd Arne Slot voortdurend toegezongen en klapte de trainer richting het publiek. Ga staan voor Arne Slot, Arne bedankt en Arne is kampioen, zong het thuispubliek. Slot stond zelf ook even op en klapte voor de supporters. Ook toen hij weer in de dugout plaatsnam, genoot hij zichtbaar van de liefde van de Feyenoord-fans. Later in de wedstrijd werden ook assistenten Sipke Hulshoff en John de Wolf toegezongen door het publiek. Zij stonden ook op en bedankten ze. Arne Slot lijkt namelijk op weg naar Liverpool. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen PEC zijn Slot te verwachten dat zijn overstap zal worden afgerond. Over 2 weken speelt Feyenoord nog een thuiswedstrijd, dan tegen Excelsior. Al moet een deel van het stadion dan wel leeg blijven. Volgens Ibrahim Afellay is de Champions League uitschakeling door Borussia Dortmund in de achtste finale het enige smetje op het seizoen van PSV. Maar grotendeels zal de selectie intact blijven. Waar ze echt versterking kunnen gebruiken is centraal achterin. Ze hebben een snelle, sterke centrale verdediger nodig, adviseert Afellay. Ajax moet opnieuw opgebouwd worden en Feyenoord verliest een heel belangrijke schakel in de organisatie en daarmee doelt hij natuurlijk op Arne Slot. Voor zover ik weet blijft de trainer bij PSV, Peter Bos dus, en de spelersgroep blijft intact. Dat is de ideale mix om dat verder uit te bouwen. Van der Vaart sluit zich aan bij zijn collega-analyst en doet alvast een voorspelling. Ik denk dat PSV volgend jaar ook kampioen gaat worden. Ook omdat ze individueel iets meer hebben dan de rest. Zeker als iedereen weer fit is, dus ook Noah Lang. Dan kun je nog zo'n slechte wedstrijd spelen, maar hebben ze altijd 2 of 3 spelers die het in hun eentje kunnen beslissen. Dat vind ik altijd wel lekker in een team. Wil jij nou op de hoogte blijven van het allerlaatste voetbalnieuws? Check dan www.fcupdate.nl en abonneer je op ons YouTube-kanaal.